Het drukken van verpakkingsmaterialen moet tegenwoordig zo slim en efficiënt mogelijk gebeuren. Dit gebeurt door middel van slimme softwaretechnologie. Wij zijn GSC Dispensing en wij bouwen machines voor het mengen van kleuren voor verpakkingsdrukkerijen. Op basis van een aantal basiskleuren kun je verschillende kleuren mengen. Dus als je bijvoorbeeld een bepaalde rood wil hebben, dan kun je een recept kiezen in de software. En de machine die bouwt dan die kleur op met de basisrood, misschien een beetje geel, wit en water. Nou, als een verpakkingsdrukker een drukopdracht heeft, dan doseren we bijvoorbeeld 20 kilo van een bepaalde kleur rood. Die gaat naar de drukpers en komt er zo'n beetje vaak 8 kilo terug van de drukpers. En die zou eigenlijk naar de afvalstroom vloeien als wij er niet zouden zijn. Wij hebben een slimme software, zodat we die inkt weer bij een volgende rode opdracht die inkt kunnen hergebruiken. Maar ook bijvoorbeeld als we oranje nodig hebben voor een job, dat dan de software aangeeft, er is nog een aantal kilo's rood en daar gooi ik een scheutje geel bij en daar maak ik oranje van. Hiermee profiteren verpakkingsdrukkerijen van een besparing tot maar liefst 30% op hun inktverbruik. De missie is om de milieu-impact van de drukinktlogistiek wereldwijd te beperken. Bij GSC hebben we eigenlijk drie fasen in het klantenproces. De eerste fase is de adviesfase, de tweede fase implementatie bij de klant en dan tot slot de supportfase. Als we de machine gebouwd hebben, dan gaat die op transport. En dan maken we een implementatieplan samen met de klant en de inktleverancier om zo snel mogelijk die machine te installeren en het personeel te trainen. We hebben een supportorganisatie, dus als de klant ons belt of contact met ons opneemt, kunnen we op afstand helpen of natuurlijk een monteur sturen. Of als er reserveonderdelen zijn, dan sturen we die binnen 24 uur. Slim produceren is de toekomst. En dat betekent zowel in ons eigen productieproces als bij onze klanten kunnen wij steeds meer digitalisering toepassen.